Ja, dus wij vinden, als boodschap moeten wij meegeven, wij vinden dat dus de Europese wetgeving op de Europese ondernemingsraden niet voldoende is. Wanneer men valt onder het Engels recht en men gaat dus naar een rechtbank gaan, dan krijgt de voorzitter van de Europese ondernemingsraad altijd gelijk. Dus wanneer de voorzitter van de Europese ondernemingsraad de werkgever is, dan zijn we als werknemers verloren. En dat is discriminatie. Dat moet dus gedaan zijn. Wij moeten dus af van die Engelse wetgeving en we moeten gaan naar een één wetgeving voor gans Europa. Ik weet dat het moeilijk is, maar het zou moeten gebeuren.